Yo, wat is het mensen? Dibs Gamer hier en vandaag weer een nieuwe episode van de GTA 5 races met de kiekertjes. En ik ben samen hier ook met Supermonkey, die komt even gezellen. Vergezellen, jezus. Ja, ik ga gezelschap houden, jongen. Hey, hallo. Hallo. En natuurlijk, oh, ik heb contact aangelaten. Godverdari. Oh, what have you done? I'm so sorry. Maar we hebben ook een puntentelling nu trouwens. En dat gaat volgt. Als ik eerste sta, dan krijg ik 2 punten. Wat ik tweede krijg ik 1 punt. Krijg ik DNF, dan krijgen de kijkers 3 punten. En als de kijkers gewoon winnen, dan krijgen ze gewoon 1 punt. Want het is natuurlijk best lastig voor mij om eerste te worden. Eigenlijk zou je dat denken. Vooral in contact, want ik denk dat iedereen mij gaat beuken. Dus dat is echt top. Oh boy. En hoe geldt dat voor mij? Als ik eerste word? Jij bent gewoon de kijkers, hè? Dus, jij bent mee als de kijkers. Oeh. Als Durf is de kijkers en niet Durf is Oké, I do my best. Nou, oké, maar de tussenstand, ik heb trouwens ook van de vorige potjes nog even opgeteld. En ik sta met 10 punten. En de tegenstanders, oftewel de kijkers, jullie, die staan dus met 5 punten. Dus of jullie moeten mij zorgen dat ik echt een dikke DNF ga halen. En deze race heb ik al eens een keertje gedaan. Iemand blokt mij, godverdamme. Wat heb ik deze race al gedaan? Waarom heb ik deze al eens een keertje gedaan met Battle of the Fastest eigenlijk? Battle of the Fastest? Nou, spoiler alert. Oh, jullie kunnen deze waarschijnlijk dus binnenkort zien. Nee, deze had ik met de livestream gedaan volgens mij. Ja, deze heb ik met de livestream gedaan. Oké, Rockstar zegt van, deze hadden we nooit gespeeld. Maar blijkbaar dus wel. Dus thanks, Rockstar. We gaan met jou, Superbonky. Vierde plek, oké. Okay. Taking it easy. Taking it easy. Ja. Jij hebt helemaal van niemand last. Nee, dit is juist. Ja, sorry voor de contact. Iedereen is ook te klagen in de chat. Stop het beuken, ja, please. No shit. En ik zit hier gewoon lekker chill. Lekker te cruisen. Jij zit een beetje rondscheuren. Ja, op zich kon je deze race ook wel met andere auto's doen. Ik had deze op een livestream gedaan met een Surgeon. Of het was wel Battle of the Fastest. Ik heb geen flauw idee. Nee, het was livestream was het. Had ik dit gedaan met een Surgeon en dat liep me toen ook best goed af. Dus, nothing on the hand voor degene die een andere auto hebben gepakt. Oh, ik zie de nummer 3. Ik heb een voorsprong van 11 seconden. Nice. Oh, ik sta ineens derde. Look at that, coming back. Maar wordt het ook eerste plek, hè? Wordt het ook de eerste plek? Ik zie je aan de andere kant. Ja, aan de andere kant. Is dat een goed teken? Oh no. Oké, ik zie dat wat mensen van beneden vallen, maar die zijn helemaal aan de other side of life. Dus nothing on the handje. We're going to attack you. Ja, denk je dat? Ik kom erop, jongen. Ja, yeah. Ik hou van competitie en ik voel het op het moment niet. Weet je, de spanning is er nog niet echt. En de puntjes gaan voor mij allemaal optellen. En ik weet trouwens niet tot hoe ver we gaan met de puntentelling. En wat zou jij denken? Even denken. Want ik krijg dus 2 punten als ik eerst sta, 1 punt als ik tweede sta. En ja, dat is een goeie. De kijkers krijgen 3 punten als ik DNF ben en krijgen natuurlijk 1 punt als ze winnen. Wat heb jij zelf in je gedachten? Ja, ik dacht, we hebben na 3 episodes hebben we ongeveer 10 punten. Dus ik dacht misschien iets van de 50 of zo. Oh, ik dacht zelfs rond de 75 aan. 75? Ja, misschien kunnen we wel zien hoe ver we er zijn. Of ligt eraan hoe goed jij bent of slecht jij bent. Ik heb een idee. Laten we een straw poll gaan maken. Die ga ik dus aanmaken. En dan zet ik in de beschrijving van deze video. Dus dan kun je gewoon stemmen. Dus als je dit nu kijkt, gewoon stemmen. Klik op het linkje in de beschrijving. Ga stemmen. Ik ga waarschijnlijk de tijden of puntentellingen doen van 50, 75, 100. Waarschijnlijk die 3. 100 is veel, heel veel hoor. Ja, klopt. Het is veel. Maar weet je, als mensen het leuk vinden om te kijken, waarom ook niet? Nee, oké, dan denk ik dat 75 of 50, denk ik, dat we dan een polletje voor gaan maken. Dat is denk ik wel dan. Ik denk dat goed is. Dus even bij. Dus jongens, klik op de beschrijving, stem gewoon op wat je wil zien. Of wat je wil zien. Wauw, Sander, please. Wow. This guy. Wow. Oh wacht, deze heb ik alles gedaan met deze races volgens mij. Ja, deze heb ik... Wauw, deze heb ik dus al gedaan in episode 2 of 3. Mm-hmm. Nice. Hey, weer eerste plek, net zoals de vorige keer. Woo! Great. Sorry dat je het weer hetzelfde moet aankijken, jongens. Oh. Ik, Rockstar zei van, hey, mijn vriendje, I've never played this before, so. Oh no, yeah. Mike Leeuw zit achter me. Jij zit wel heel veel achter, of niet? Lijstje, is dat gewoon helemaal op alfabetische volgorde dan, denk ik? Dat zou ook al kunnen. Ja, ik weet niet. Maar ik laat hem niet volgen. Oh, je zit er echt op volgedrukt. Weet je, jullie moeten samenwerken als kijkers, hè? Nee!
Nee, hij is gewoon nee. Hij is gewoon voor jou gelopen. Nee. Al het werk wat jij gaat... Oh! Mira, serieus ook achter hem. Ben je achter hem? Dat weet ik niet. Er kwam net iemand de ramp op. Ik denk dat je... Ik weet niet, ik moet die expected jou. Ik heb niet zo'n scherm. Oké, wacht even. Supermonk werd vijfde. Oh. Wat stond je eerst? Derde? Fuck! Nee! Die vent heeft hem ook nog ingehaald. Nice! Lekker. Oké, jongens, laten we op naar de volgende race maar weer gaan. Het gaat zover. Hartstikke top, hoor. Dus ik heb nu alweer dus eigenlijk gewoon de 12 puntjes te pakken. En de race de 5. Dus kom op, jongens. Step up your game. I need some competition in here. Maar goed, tot de volgende race. Oké, welkom weer terug bij race nummer 2. Ik sta momenteel vol met 12 punten en jullie met 5 punten. Het is een beetje teleurstellend, jongens. Ik had wel wat meer de competitie verwacht. Dus hopelijk kun jij die competitie brengen, Supermonkey. I hope. De druk ligt bij mij. Te hoog, de lat ligt te hoog. Oh no. En natuurlijk, als jullie de video's natuurlijk nog steeds leuk vinden en dat nog niet dat duimpje omhoog gedrukt hebben, doe het dan eventjes, jongen. Oh, okay, dat gaat al lekker, daar zie ik. Toppie, jongens. Het is volgens mij een normale race, dus we hebben niet allemaal rare schansen en loopings en weet ik het wat allemaal. Het is volgens mij een normale race. Ik vind het zelf eigenlijk persoonlijk het fijnste. Maar meningen verschillen, want volgens mij vinden jullie eigenlijk altijd die buisrace van vinden jullie het leukste. Ik vind het ook wel leuk om te doen. Oh my god, ik maak een fucking harde rem. Weet je, ik had... Waarom maak je die fouten niet met die remmen, met die bocht? Ik weet precies hoeveel ik moet remmen. Ja, oké, ik heb nu deze bocht een beetje slolder genomen, maar ik weet wel een beetje hoe deze auto werkt en hoe ik een beetje moet racen, weet je. Ik doe het al een hele tijd, hè. De lat ligt een beetje hoog. Te hoog. Don't look at iemand zit op onze tail, Martijn. GTFO, boy. Oh boy. It's getting in the neighborhood. See, dit hou ik van. Competitie van Martijn, jongen. Goed zo, Martijn. Oh boy. I'm on my way to the first place. To the first place? Hoeveel sta je nu dan, Aapje? Nee, I don't tell you. You don't tell me, then I gonna watch myself. No. Oh my god, ze staat echt 12e. Oh, ik heb deze bocht beroerd genomen. Oh, hij dondert er echt wel. Hij dondert echt wel ondersteboven. Hey jongens, hey jongens, hoe is het? Hey, leuk dat jullie weer allemaal hier rijden. Hey, Supermonkey, hey! Wow. Waar kom jij vandaan? Ja, moeten we terugrijden? Iedereen rijdt terug. Ja, iedereen moet terugrijden. Dat is de race. Dat is meer denk ik een race bedoeld voor contact. Dat je elkaar heel lastig kan vallen in die bochtjes en zo. Ik was helemaal blij. Ik dacht, jij had de checkpoint gemist. Nee hoor, kom ga je niet terugrijden. Dan ga je gewoon respawnen hoor. Dikke doei. God man. Hey jongens, ik sta nu echt gewoon keihard weer voor. Je gaat me niet vertellen dat het een flawless victory voor mij wordt. Deze episode. No. Doe dan op zijn minst nog even de derde race, dat je toch eventjes toch van mij wint, weet je? Ja, toch nog, hè? Toch nog even. Ja, het moet. Ja, dat moet wel, eigenlijk. Maar we hebben Grote Grijze, die spectate nu ook. Welkom Grote Grijze. Wie staat de tweede? Michael Leeuw. Oh, Martijn is dan ver achteruit gegaan door die crash die hij gemaakt heeft. Zo, de knetten. Stond eerst dik voor, dik tweede, dus een beetje op mijn achterste, een beetje te leunen. En vervolgens is hij... 7. Het ergste is, ik heb geen custom auto. Dat is echt zo balen. Kopen, jongen. Kopen. Ja, ik heb er een. Ik heb alleen... Ik kan mijn engine level 4 doen. Oh, zo, je hebt level nog niet ervoor. Nee. Going in the style. Oh, dat is een boom. Oh, kak. Je gaat me niet vertellen dat het ook nog nadelig voor mij gaat worden. Oh, nee. Ik zat dik voor. Ik zat echt gewoon 5 seconden stil. En hij still could have done it. Oké, laten we even... People. Let's spectate, Bonkie. Hoe die een beetje gaat karren. No. Is een mooie elegie was het toch waar je in raced? Nee. Voor mij wel. Een Lampetiti. Petiti, wat? Een Lampetiti. Lampetiti? Ik dacht dat je in Elke hier reed. No. Oh, dat is een doos. Oké, Spectator doet dat zo lang. Oh ja, ik zie het, ja. Waar, Lampetiti? Lampetiti. Een Lampetiti. Hoe heet die auto ook weer? Dat heeft een, ik zou het niet weten. Het heeft een specifieke naam. Die had ik in geraced in Battle of the Fases. Dat is echt zo'n verrekte kaknaam. Ja, druk maar zo meteen op kruisje en dan moet zien. Kruisje? I don't know. Hoezo kruisje? Ja, jij is controller natuurlijk. Ik doe wel tap. Ik leg mijn controller altijd neer. En dan gebruik ik mijn keyboard verder alles, want dan weet ik alles van en controle niet. Nou kijk, ik nog niet kijken. Het was een Ford GT of zo. Ja, ik weet het. Dat was een of andere French baguette namentje. Maar goed. Ja. Oké, de tussenstand nu al dus. Ik moet trouwens even schrijven. Nee, ga maar gewoon naar de volgende race. Nee, ik ga niet naar de volgende race. Jullie moeten dit mee dealen. Ik bedoel, jullie verliezen ook. Dan moet je dit ook aanhoren.
Oké, twee punten weer van mij. De kijkers hebben weer 0 en helaas weer 0. En de tussenstand zit nu dus op 14 punten voor mij en 5 punten voor de kijkers. Nou, ik kon je vertellen. Ja. Episode 2 ging toch wel beter toen. Had de kijkers 3 punten gescoord. Dat vind ik heel te lust. Nee. Goed. God, iedereen, tot de volgende race. Ik wou bijna zeggen tot de volgende episode, maar dat is natuurlijk niet zo. Welkom terug bij race nummer 3. Onze supermonkey is veel te bang geworden van mijn rijvaardigheden hier. Oh. Dus hij dacht van, nou, laat ik toch maar eruit gaan, hè, supermonkey. Ja. Waarom nou? God damn it. Maar goed, de puntstelling is dus 14 punten voor mij, 5 punten voor de kijkers. Kom op, we moeten step up your game, weet je. Het is contact, waarschijnlijk word ik keihard gebeukt en dan kan ik niet eens meer de eerste worden. We zullen net zien, let maar op. Het komt al, zometeen komt het. Oh, ja, zie, daar hebben we het al. I knew it. Nou ja, vooruit. Dit is een easy win voor jullie dan. Gaat het daar, iemand doet die frontflips. Holy damn. Roep niet te hard, hè. Nou ja, misschien zometeen ben ik wel tweede of eerste, weet je. Tweede plek, dan gaat het al gelijk op. Dan krijgen jullie natuurlijk geen punten erbij, hè. Eigenlijk, dan is het gewoon gelijk. Dus, toch. Dus oh boy, zevende plek sta ik nu, zesde plek. Kijk eens, het komt er al aan. It's coming, baby. It's coming. No. Oké, dat gaat nu niet echt hard meer. Er zitten mensen echt letterlijk om mijn reet te hangen. Dat heb ik niet zo. Dat bedoel ik, die gaan echt weer tegen me. Mensen, stop it! Echt verschrikkelijk ook dit. Zie, dit is de reden waarom ik geen contact aanzet. Harry jakkes. Doe het, we want points. Ik sta nu met 9e. Gadverdari. Oh, even beuken. Nou ja, ze hun beuken toch wel, dus dan doe ik het ook wel. Yo. Ik kan je niet spectaten. Oh, why you not spectate, man? Omdat je er niet bij staat. Oi. Ik heb feitje. Of zit je wel in de lobby gewoon? Ik zit in de lobby. Oké. Okay. Ik sta 5e nu trouwens, dus ik heb wat mensen ingehaald. Toppie. Ik zie je rijden. Oké, hij beukt me niet. Dat is een aardige vent. Nice. Zie, mensen zoals jou mag ik wel. Niet beuken. Ik help dat is Vincent. Hier. Vincent, goed zo Vincent. Topper. Oh, hij is een nieuwe auto zeker. Ja, die heeft een nieuwe auto. Dat is ook echt, of niet? Ja, ga niet naar rechts rijden als ik naar rechts wil rijden. Gadverdari. Ai. Oh, die crasht. Ah, hij heeft geen speed verloren, dus dat valt mee. Een bochtje door. En dan dit bochtje natuurlijk door. Want wat doen we anders eigenlijk ook met die races? Het zijn 4 laps, hè? 4 fucking lange laps toch ook. Gadverdari. Nou ja, meer tijd dat ik weer mensen kan inhalen en de volgende standje kan maken. Beuken. Yo, diepe bocht. Doe aardig. Kijk eens. Aardig, ja. Vincent doe ik nog aardig tegen. Die andere weet ik niet zoveel. Maar had hij op mij ook gebeukt? Want het was een witte auto die me beukte. Mike de Leeuw zit achter op je hielen. Ja, als je dit bedoel ik. Dit soort mensjes. I don't know. Erikje. Nog steeds vierde, man. Oh, die nummer 1 die loopt trouwens best vooruit. Holy shit. En hij slipstreamt nog steeds mee natuurlijk. Ik slipstream Vincentje dan wel eventjes. Dankjewel, jongen. Zie, dan zijn we daar ook weer voorbij. Het is een Max Verstappertje, je ging via de buitenkant. Buitenbocht. Buitenbocht, oh, alweer de buitenbocht. En Sven Kramertje. Oh nee! Oh. Gadverdari. Mike, Piebus. Oh, daar is die arm Mike. Hey. Nou, mijn lampje is stuk. Surprise. Hopelijk ben ik dan meer gecamoufleerd. Dat is top bezig. Ja. Dan kunnen mensen minder mijn licht zien. Ik had eigenlijk geen neon moeten plaatsen. Dat zie ik wel weer. Oh, die gaat even een buitenbochtje nemen. Ja, dat was Mike de Leeuw. Lekker Mikey. Oh, Vincent die gaat hier ook buiten. Nice jongens, goed bezig. Fijn zo. Guys. Dan gaat Erikje ook al. Hey, nee, toppie. Nee, jongens. Derde plek. Oh baby, it's coming. I feel it. Laps duren ongeveer waarschijnlijk nog iets van 2,5 minuten dan denk ik. Wat zakkers. En ik doe weer niet mee, hè. Echt. Nee. Waarom doe je nou weer niet mee? Waarom was je nou weer zo bang? Ja, ik weet waarom? Niet. Why, er kwam zoiets in beeld van, Durp is te goed, wil je liever? Oh, Erik, nee! Nou, perfect weer erop, top man. Hoppa! Nee! Oh, wat ben je ook in zakken, was er eerste klas. Het is wel slim. Verdari. Ja, tuurlijk, want de kijkers hoeven alleen te winnen. Hoeft niet per se dat het iemand is. Ariak is gadverdari. Nu kan ik sowieso niet tweede worden, want die lui lopen alweer 11 seconden voor, joh. Do it again! Aan dat ervan. Hey Erik, ouwe makker. Ik weet dat jij beukte trouwens, dus laten we jou eens even bij de achtersteven pakken zometeen. Hij gaat weer sneller rijden, wat is dit dan weg? Doet! Hij slingert nu een beetje. Hij probeert mij een beetje helemaal confused te maken, maar dat maakt mij niet uit. Ik kan gewoon zo een beetje doen. Even haken. Kom op. Werk eens even mee, lieve schat. Huppakee, is ook goed. Oh nee, welke kant moet ik op? Oh, die kant trouwens.
Hey Vincent, ben je er weer, jongen? Gadverdamme, wat is dit een... Ja, oké. Okay. Het is gewoon omdat het contact is, anders was het een hele leuke race geweest. Dan was het een hele leuke race geweest. Oei, oei, oei. Ja, biedenbochtje, tuurlijk Vincent, die doet het weer. Vijfde plek. Ik moet even mensen inhalen. Gelukkig staat Ketchup aan, dus uiteindelijk kom je wel wat op in de andere. Dus ja, maar ja. Ja, maar ja. Zeg het eens even, jongen. Wat zijn de tegenargumenten hiervoor? Nou. Kijk, maar de kijkers zijn beter. Ja, nou, ja, als we de punten gaan tellen, 14 nee. tegen 5. Nee. Maar als we natuurlijk dat niet de dubbele punten zijn mee rekenen, dan sta ik er steeds voor. Dus... Nee. Ja. Nee. Oh. Ja. Ah. Ja, helaas jongen, maar het is gewoon helemaal zo, weet je. Harde feiten. Wat als je nou een Mars krijgt van een Mars? Oh, dat zou wel lekker wezen, maar daar ben ik het eigenlijk niet mee. Krijg ik dan een puntje? Nou, dan krijg jij een puntje, maar niet de kijkers. Oh nee, ik de kijkers. Oh! Ja. Nee, okay, ik vind het ook wel goed dan. Dat ik een puntje krijg hoor. Dat vind ik ook wel een goeie. Oh, gadverdamme, are you kidding me? Oké. Okay. Ik heb gelost! Yes, dat ben ik jongens, nu wel. Goed bezig. Dat ben ik nu wel. Ik sta weer 6e, 7e. Oh, ja. Ik ga vaker lieven. Ja, vaker doen. Nou ja, doen we niet mee. Zoals vorige keer, gaat het beter. Nou, zeg. Nou. Hey. Nee, doe het niet. Gewoon lekker meedoen. Wow, 7e, oeh. Ja, ik moet weer even wat mensen zin halen. Als je gelukkig beuken ze elkaar ook altijd zo heel vriendelijk. Want ze snappen vast niet dat het tegen de kijkers is. Oh, heerlijk, dat ik net gebeukt. Dus ik denk niet dat die zometeen heel te vrolijk is tegen mij. Dat is het ding, weet je. Je maakt mensen gewoon haten tegen jou. Dat is het erg hieraan. Yep, als jij eenmaal begint, dan oh, moet je fucking life. Terug. Ja, dit is, ik wist sowieso al dat het niet goed ging. Ik bedoel, ik sta nu 21 seconden achter op de nummer 2. Tenzij ze echt een zware fuck heb gaan maken, ik kan dat nooit van mijn leven meer inhalen. Oh mijn god, het gaat echt... Geef deur op DNF, dan krijg je 3 punten. Ja, maar dan was ik DNF moet gaan. We hebben nu 19 spelers, dan moet ik 9e staan ongeveer, hè? Oh ja, goddammit. Dus dat, ik zie, als ik op de map kijk trouwens, dan zie je trouwens heel veel mensen vies ver achterlopen. En ja. Dat is niet gezond. De nummer 9 staat 21 seconden achter mij trouwens. Holy moly. Oh, Just Banaan, joh. Just Banaan is ook een aardige fan trouwens. Top gozers, jongen. Jullie allemaal. Ja, bananen zijn gewoon lekker. Ja, staat sowieso. Ja. Ik vind bananen met suiker het lekkerst. Monkey weet natuurlijk het meeste van. Tuurlijk. Junior Bukito in opleiding. Zeker. Ik speel elke dag op mijn Nintendo. Op je Nintendo? Oh ja, ja weet Donkey wel, Kong. Ja, Donkey Kong. Of course. He's my big daddy. Big daddy. Not big, a big daddy. Brother. dan ben jij zeker dat kleine aapje, dat zoontje ja. van hem, ja. Olé, left. No, olé, why you betray me trust? Oh no. Voor degenen die het trouwens niet weten, olé, die bravo olé, is een vroeger een kijker van de Engelse tijden. De Engelse YouTube tijden van mij. Toen ik vooral nog Battlefield 3 uploadde, dat was iets van 4 jaar, 5 jaar geleden al, zoiets. En hij komt nog steeds langs om af en toe eens een keertje te racen, dus wel lachen. Long time ago, very nice. Just Banaan, het is gewoon, zie dit soort races, zo racen vind ik het fijnste. Gewoon lekker, gewoon clean, racen. Beetje tegen elkaar strijdend, weet je. Beetje op de achterste zitten, maar toch net niet. Dat is het leukste, jongen. Dat is het leukste. Oh, nu gaat het veel te snel. Hij blijft toch gelijk op. Just Banaan is toch wel een beetje van me weggelegd hier, merk ik wel. Oh. De tweede plek zat er 28 seconden, jongen. 28 seconden. Dat wordt hem niet. Nee, dat wordt hem niet. Hij is gewoon alleen maar uitgelopen nog zover. Dus de deadlist is dat eerste. Sowieso. Dat is ook een nieuwe kijker trouwens, want die hadden de vorige keer nog niet bij. Dus meteen een goede competitie hier, hou ik van. Deadlist, yes. Best of GTA left. Nou jongens, waarom liep je nou? En een Elegy. Zo. Dat is een Elegy voor mij. Elegy. Oh, je hebt hij ook, die deadlist. Ja, dat is ook geen verkeerde auto hoor, absoluut niet. Ik heb er ook vaak genoeg vroeger mee gereisd. Het is gewoon een prima autootje hoor. Ik bedoel, het is gewoon een beetje een normale race. Het is wel. Elegy is best een hele zware auto. Ja, hij heeft de grip heeft hij ook wel, ja. Alleen hij heeft de Benny's versie. Oh, hij heeft de Skyline versie. Ja. Oh ja, Skyline. Die vind ik ook wel mooier eigenlijk, hè. Yep. Oh no, best of
GTA. Yo, oh, later. Goodbye, my friend. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Okay. And now I'm going to cry. Every time. Finish the first place, yo. That list, jongen. We hadden gefeliciteerd met je eerste plek. Je verdient een keihard, jongen. My god, ik leid met de tweede plek lekker. En dan moet ik even hier binnenbochtje zo weer nemen. Zie, zo doen we dat. Ja. Oeh, cheater. Niet te veel afsnijden, hè? Hoezo? Ik zei niet al, dat zijn tactieken. Weet je, heel veel mensen die gaan meteen bochten nemen en meteen tegen elkaar aan beuken. Maar je kan beter wachten tot hij de bocht neemt. Want hij moet toch een ruime bocht nemen, weet je? Dan kun jij gewoon perfect binnendoor. Wow, wat een bastard. Daar ramt hij wel, hè? What happened? Die just met name, we gingen altijd heel clean race naast elkaar. Maar toen de finish eraan kwam, ik zat achter het slimste riemen. Ik was bijna ingehaald, dan gaat hij me helemaal naar links beuken, die man. Zie die tijden ook, denk ik. Ja, het scheelt niet veel. Mijn god, echt waar. Maar gefeliciteerd Deadlist met je eerste plek. Glenn met de tweede plek en Luke met de derde plek. Goed geraced. Fastlap en Glenn. Lekker bezig, jongen. En dat betekent dat jullie een puntje erbij bij hebben. En ik helaas eentje weer maar. Niet. Eentje, een puntje. Ja, nou, het is hier tegen 19 tegen 1, hè. Ho, ho. Ja, maar kijk, jij telt voor 100 personen. Ik tel voor 100... wat is dit? Kijk eens, 1. En ik heb natuurlijk 0. Dat komt uit op een score van mij totaal op 14. Zo, en yes. Van jullie natuurlijk op 6. Baas. Dus nog steeds heb ik meer dan de helft. Jullie moeten echt mij zorgen dat ik DNF krijg, jongens. Dus als er weer een contact race is... Beuken. Ja, ik heb het liever eigenlijk niet, maar helft, weet je, het helft. En als het aanstaat, dan staat het gewoon. Maar iedereen, super bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je het natuurlijk leuk? Doe het duimpje natuurlijk omhoog. Check ook gewoon Super Monkeys kanaal in de beschrijving. De race kon hij helaas niet mee racen, maar voor de volgende keer, jongen. Komt goed. I get it. I come back. I feel it. He feels it. Dus daar geloven we ook helemaal in. Dus iedereen, super bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Later.